Jij bent het gewoon. Het is een indicatie. Dit maakt niet uit. De laatste keer was ik bij het Elswoud. Vandaag zijn we bij de Middenherenduin. Ik ben hier zelf nog nooit geweest, dus het is wel een hele mooie plek. Een beetje stil, maar goed. Het heeft ook flink geregend in de nacht. Maar het ziet er wel heel mooi en sprookjesachtig uit. Er zijn nog heel veel vogels actief, zoals vinkjes. En we hebben ook kans om Schotse hooglanders, kondigpaarden, Zetlanders en misschien zo'n damherten tegen te komen. Dus, dat het belofte was. Want er staan twee damherten daar in de verte, hè? Ja. Hier zitten weer twee dieren, blijken dus twee hele grote mannetjes damherten te zijn, twee bokken. Nou, hier op het terrein mogen we niet komen, maar misschien kunnen we er zo omheen lopen. Ik had alleen flink mijn wandelschoenen moeten meenemen. Nou ja, gelukkig kan ik nog net, hoe heet het, hier overheen lopen. Ja, het is ook een klein stukje. Nou leuk, de eerste dieren zijn dus al een paar damherten. Oeh, twee mannetjes. Alleen we kunnen dus niet dichterbij komen, en maar goed. Ik denk dat we nog wel nog meer tegenkomen. Een stukje verderop zien we opeens een bunker. Ik wil even een klein kijkje bij nemen. Misschien kan je erin, misschien niet. Oh, damhert, daar gaat er nog één. Oh, er staat echt een heel grote groep damherten daar. Dat is een flinke groep, deze lopen gewoon los. Nou, je kan er wel in gaan, maar ik zou het niet aanraden. Oh, er wordt flink gevochten daar. Zo te zien, heb ze mij nu ook gespot. Ik kan misschien kijken of ik een beetje dichterbij kan komen. Nee, dat gaat niet worden. Dus ze hebben nu al in de gaten. De vogel zit nu ook al alarm te slaan. En ik wil ze niet op te veel opjagen, dus we gaan verder. Wel een mooie vondst. Een mooie groep damherten. Waar je een hond aan het kijken of ik nog iets moois zie. Nou, tot nu toe alleen de herten gezien en wat vogeltjes. Papa heeft er iets gezien. Heel benieuwd wat. Ik denk een groepje damherten. Oh ja, ik zie hem zitten. En nog een damhert, een mannetje zo te zien. Deze keer. Ja. Ja, hij heeft mij zo mooi gecamoufleerd. Ja, ongelooflijk, hè? Even kijken, er zit hier nog iets bijzonders onder. Oh ja, bissenbedden. Oh, een witte. Maar niet echt iets. Nee, geen duizendpoten of wormen of wat voor dieren zitten ook. Een witte of. Ik zit ondertussen steeds te kijken naar die eiken. Hier heb je een eik. En dit zijn hele mooie geschikte plaatsen voor bosuilen, zeg maar. Je weet wel. Het is een veel voorkomende soort hier ook. Ik heb ze hier zelf nog nooit gezien. Wel een paar keer gehoord. In het donker toen ik met zo'n wandeling mee was. Maar nooit gezien. Dus als je zit er vaak een beetje in dit soort bomen. En dan vaak een beetje op die uiteinden, zeg maar. Met al die gebogen takken, zeg maar. Maar ze gaan heel goed in de omgeving. En de kans dat je erin overdag ziet is... best wel klein ook. Nou. Hé, daar gaat het, jongens. Het is een... Oh, daar ben ik al zoek naar. Even kijken of hij blijft zitten. Er vloog net een, hoe heet dat, een kleine wintervlinder. Dat is zeg maar een soort spanner. En die is dus alleen tijdens de koude dagen actief. Je hebt nog meer soorten, zoals de grote wintervlinder. En dit was de kleine. En dat is een veel voorkomende soort. Alleen de mannetjes hebben vleugels. Vrouwtjes, niet echt. De grootste kans om de kleine wintervlinder te zien is met name tijdens de schemering. Dan zijn ze vol actief. Overdag heb je ook een kans, maar iets kleiner, zeg maar. Maar goed, zeg nooit.
en dan kijk je op de boom neemt, dan zie je hier een soort kokon of iets. Ik weet even niet de naam van dit. Een stukje hoger zit een hooiwagen te schuilen, om het zo te zeggen. Volgens mij is het of een rode hooiwagen of een, ja, je hebt verschillende soorten. Ik denk de rode hooiwagen. Veel voorkomende mooie soort. Het is wel echt een prachtig mooi stukje bos. Al deze dennen bij elkaar. Prachtig. Ik zie helaas geen roofvogels of uilen erboven zitten. Het is wel een mooi park voor ze, maar goed. Heel mooi. Flinke slak is dit. Wel mooi, maar ja, flinke bleke naagslak om het zo te zeggen. Zo, nou zijn we weer teruggekomen. Het Tweet zat natuurlijk alweer op mij te wachten, dus hey boef. Ondanks dat Tweet 16 jaar oud is, vindt hij het nog altijd leuk. Om op hoge dingen te springen, zoals op mijn bureau springt die soms wel eens. Of op de vensterbank. In het begin was ik er niet echt blij mee, want er stonden ook allemaal planten en kaarten op de vensterbank. Maar goed, hoe leer je een kat van 16 jaar er nou af? Dus niet, dus ik maakte gewoon ruimte op de vensterbank en gooide ook wat spullen weg. Die al talloze keren, Maar in ieder geval, hij kan nu gewoon op de vensterbank. Dus, hele mooie wandeling was dat. Ook eventjes naar de kapper geweest, want het werd weer gewoon tijd, want het haar begon weer iets te lang te worden. En in ieder geval iets te dik. Nou, de wandeling vond ik wel leuk. Dus en ik hoop ook dat jullie weer van deze video hebben genoten. Grappig is nog even en 2019 is alweer voorbij. En dat is gewoon bijna om het zo te zeggen. Dus in ieder geval wens ik jullie alvast ook hele fijne feestdagen. En alvast een gelukkig oud en nieuw. Ik ga nog een paar video's maken en dan is het alweer voorbij. In ieder geval, dit was Chris en Olivier. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en ik zeg zoals gewoon ook zoals altijd. Tot de volgende keer bij een gloednieuwe vlog van Chris en Olivier. Doeg!